Beste broeders en zusters en beste ouders, opa's en oma's. Ik maak gebruik van deze gelegenheid om namens de moslimkinderen in Bergen op Zoom in Nederland onze ouders hartelijk te bedanken, want ze doen alles om ons groot te brengen. En ze geven ons eten, drinken, kleren en onderdak. En ze willen en ze hopen dat wij later voor hun gaan zorgen en ze hopen ook voor ons een goede toekomst. Maar ik ben bang dat het ons niet gaat lukken. Voor een simpele reden. Wij, moslimkinderen, ontbreken nog een belangrijke deel van de zorg. Dat is de geestelijke zorg. Jullie geven dus te veel aandacht aan lichamelijke zorg en jullie vergeten de geestelijke zorg. Allah subhanahu wa ta'ala heeft kinderen aan jullie toevertrouwd. Dus het is jullie taak om ons op te voeden en ons te beschermen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hierover gezegd: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wat de vertaling is met de volgende: O gelovigen, beschermt uzelf en uw familie tegen het vuur. Dus, beste ouders, het is dus jullie taak om ons te beschermen en ons op te voeden. En dus, de bescherming bestaat uit het geven van islamitische opvoeding en het bijbrengen van normen en waarden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het leren van de Koran en zijn taal Arabisch zonder tussenkomst van een vertaler. Dus, beste ouders, jullie geven dus te veel aandacht aan fysieke opvoeding. En jullie brengen ons naar sportverenigingen. En jullie betalen daarvoor contributies. Prima zo. Maar het is wel van groot belang om ons islamitische opvoeding te geven. Dus anders zullen wij ten prooi vallen voor slechte en extreme stromingen. Is dat wat we willen? Nee, hè? Natuurlijk niet. Dus beste broeders en zusters, niet vergeten dat wij in een niet-moslim land leven. Wij, moslims, leven in een ingewikkeld milieu waarbij al onze gewoontes worden aangesmeerd en allerlei onze normen en waarden worden aangevallen. Jullie zijn dus verantwoordelijk en verplicht om ons hier tegen te beschermen. En ons trots te maken op het feit dat wij moslim zijn. Maar de vraag is, moeten al onze ouders geleerden zijn, zodat wij de islam kunnen leren? Nee, natuurlijk niet. Maar als dat zo is, waar moeten we dan de islam leren? Op straat? Nee, hè. De discotheek? Nee, hè. Het restaurant? Nee. Waar dan? Beste broeders, in de moskee. Natuurlijk in de moskee. Onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft hierover gezegd: Men bena lillahi masjidan, bena Allahu lahu baytan fil jannah. Wie voor Allah een moskee bouwt, bouwt Allah voor hem een huis in het paradijs. Het is ook het eerst wat onze geliefde profeet heeft gedaan toen hij aankwam in Medina na zijn vertrek uit Mekka. Het bouwen van een moskee. Dat geeft wel aan hoe belangrijk dat voor ons als moslim of moet zijn. In de moskee leren wij de Koran, Arabisch en normen en waarden van de profeet. In de moskee komen mensen met verschillende nationaliteiten bij elkaar. De moskee is ook de enige instelling dat ons vertegenwoordigt in deze niet-moslim samenleving. In de moskee voelen wij ook ons sterk met elkaar. Dus we verzoeken ieder broeder, zuster of ouder
Beiden waren klein of groot te geven voor het bouwen van deze moskee. Wallahi, beste ouders, broeders en zusters, jullie gaan niks meenemen na de dood. Behalve deze bijdrage blijft natuurlijk voor jullie en ook een goed moslimkind. Beste ouders, ga eens voor de spiegel staan en vraag uzelf: heb ik mijn plichten vervuld jegens mijn kinderen? Volgen mijn kinderen Arabische les en Koranles in de moskee? Ben ik lid van een jamaa? Heb ik een bijdrage gegeven aan een moskee? Is het antwoord ja, dan ben je inshallah op de goede weg. Want dat is minimaal wat je kan doen. Het is verstandiger om een kaars te steken dan te klagen over de duisternis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.